Welkom bij aflevering 7 van Maarten van Rossum, de podcast. En dat is een speciale aflevering. Met Van Rossum, kunt u mij horen? Je gaat luisteren naar een hoorcollege van Maarten over Amerika. Dat college is opgenomen tijdens de tour Is de Wereld Gek Geworden? Een programma waarmee Maarten door het land toert in aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen. Fragmentjes uit dat programma zijn eerder online al gedeeld. Maar op vele verzoek nu het hele programma. Dank u wel. Ja, we kunnen het lijstje even aflopen. Ga ik een voorspelling doen? Nee. Ik heb bijna 4 jaar geleden dus voorspeld dat Hillary het zou worden. Op de avond van de verkiezingen heb ik dat nog gedaan en daar had ik 1000 euro op gezet. Maar de allereerste cijfers leken toch in de richting te wijzen die iedereen dacht dat gevolgd zou worden, namelijk dat Hillary het zou worden. En ik was eigenlijk al naar huis vertrokken, het was een verkiezingsavond en toen pas gingen de cijfers helemaal de andere kant op. Verloor Hillary Florida, dan was het al gauw een verloren zaak in feite. Waarom dat zo is, dat zal ik zo ook aan u uitleggen. Maar u begrijpt, ik ga dit risico niet nogmaals nemen. Ik had toen geloof ik door net 1000 euro cadeau gekregen van het Republikeins Genootschap. Omdat ik gekozen was als Republikein van het jaar. Dus ik dacht, er zit een soort goddelijke rechtvaardigheid hier. Ik heb 1000 euro opgestreken omdat ik iets heb gezegd wat ik altijd zeg. Namelijk dat het Koninklijk Huis een idiote instelling is. En nu moet ik het doorgeven aan bovendien een Egyptische student, die, want daar had ik namelijk mee gewet. En toen vroeg ik hem, wat ga je ermee doen? Toen zei hij, verkeersboetes betalen. Ik zei, dat gaat niet gebeuren. Doe er maar iets nuttigs mee. Zei, oké, ik ga naar Cairo, want mijn broer verdient in een jaar precies 1000 euro in Egyptische munt, zou ik maar zeggen. Waardoor je toch weer een heel ander perspectief op de wereld krijgt dan je misschien normaal in Nederland hebt. Dat is punt 1. Dus ik ga niet zeggen wie het gaat winnen. U weet, als de verkiezingen morgen zouden zijn, dan zou Trump dik verliezen. Maar ze zijn pas over, wat is het, 120 dagen of zo, 3 november. En in 120 dagen kan ontzettend veel gebeuren in de wereld. Je weet het maar nooit. Misschien krijgt Trump ook al, misschien ook corona. Dan hebben ze medelijden met hem. Hoe staat het er op dit moment voor? Ik geef even de cijfers. 40% van de Amerikaanse bevolking keurt het gedrag van de zittende president goed. 55% van de zittende bevolking keurt het gedrag van de zittende president af. Dus je zou al zeggen, nou, 15% tussen goedkeur en afkeur, dat is zoveel, dat is niet meer in te halen. Maar daar zit nou juist de crux van Amerikaanse verkiezingen. Dat zijn namelijk ongelooflijk ondemocratische verkiezingen. U heeft uw hele leven die kletspraatjes gehoord dat Amerika een superieur democratisch land is. Het is een van de minst democratische democratieën die er op deze wereld zijn. Als Amerika een normaal, fatsoenlijk democratisch systeem erop na zou houden, dan zou Hillary al deze afgelopen jaren president van de Verenigde Staten zijn geweest. En zou een figuur als Trump in feite totaal kansloos zijn geweest. Want Hillary heeft de verkiezingen in 2016 vrij ruim gewonnen. Namelijk met meer dan 3 miljoen stemmen meer dan Donald Trump. En wat wij moeten beantwoorden is de vraag, hoe is het gods mogelijk dat de verliezer van de verkiezingen in feite de winnaar van de verkiezingen is. Dat speelt ook nu weer een belangrijke rol, want het is wel hoe groot het verschil ook is nu tussen democraten en republikeinen. De democraten moeten sowieso 6% beter scoren dan de republikeinen, willen ze een kans maken op het presidentschap. Zo ondemocratisch is het. Zouden ze ons fijne Nederlandse systeem hebben, dan zou dat heel anders zijn. Daarom is het ook zo idioot, dames en heren, dat er in Nederland voortdurend voorstellen worden gedaan om een districtenstelsel te beginnen, een gekozen minister-president. Mocht u er ooit naar gevraagd worden, laat de Heer ons behoeden, ja. Ik ben hier in Limburg, ik denk dat de Heer hier toch dichterbij is dan in Utrecht. Laat de Heer ons behoeden voor al die malnotige hervormingen van het Nederlandse politieke systeem die in de afgelopen halve eeuw zijn voorgesteld. En dat is echt verschrikkelijk, dat steeds weer gebeurt en dat steeds... Je denkt toch, je hoeft alleen maar naar de wereld te kijken om te zien hoe idioot het kan zijn. Ik zal u nog één voorbeeldje geven.
U heeft gezien dat Boris Johnson een verpletterende overwinning heeft behaald en nu een enorme, onaantastbare meerderheid in het Lagerhuis heeft. Dat heeft hij gedaan met 40% van de uitgebrachte stemmen. Wat een democratie. Wat een geweldig land dat Engeland. Hè? Wat een ruïne. En ja, dat moet je van de Amerikanen zeggen, voor zover je van zo'n groot, zo'n vitaal en zo'n bijzonder land een ruïne kunt maken, hebben ze de afgelopen 30, 40 jaar hun uiterste best gedaan om er een ruïne van te maken. Want als u er vaak geweest bent, dan weet u dat u op allerlei plekken staat dat je denkt, zou er iets fout zijn gegaan? Ben ik in Guatemala? Is er iets grondig niet in orde geraakt? Nee, u bent gewoon in de Verenigde Staten, maar daar is niets onderhouden, daar is niets in orde. Daar is het één grote shabby boel. Omdat ze nu eenmaal vinden dat belastingbetaling, dat is diefstal, althans, dat vindt één van de beide partijen. Hoe is het mogelijk dat iemand kan winnen die eigenlijk dik de verkiezingen heeft verloren? Dat ligt aan, in allereerste plaats, aan het electorale systeem wat ze erop nagaan. Er is een electoraal college. Dat zullen de meesten van u wel weten. En door het electoraal college is er geen sprake van nationale verkiezingen. Er is sprake van 50 verschillende verkiezingen in de 50 verschillende staten. En al die staten die hebben een aantal vertegenwoordigers in het electoraal college. En dat is het aantal leden van het huis plus 2 senatoren. Dus ik zou maar zeggen, Californië heeft, als ik het even uit het hoofd, 54 vertegenwoordigers in het electoraal college. Dan komt dat Californië ongeveer zo groot is als Frankrijk, zelfs misschien ietsje groter. En als zelfstandige economie zou Californië, ik geloof, de 6e of de 7e economie in de wereld zijn. De kans dat Donald Trump Californië wint is dubbel. De kans dat Donald Trump de staat New York wint is ook dubbel. De kans dat die Texas wint is vrij groot. Die is wel in de orde van, denk 85%. Al begint Texas in toenemende mate iets te worden waar ik het zo nog over moet hebben, namelijk een swing state. En door dit wonderlijke systeem zijn eigenlijk de dunbevolkte staten, die zijn ernstig bevoordeeld. Staat als Wyoming, die heeft 1 lid van het huis en 2 senatoren. Ja. Dus een stem in Wyoming is in feite ongeveer 4 maal zo zwaar als een stem die uitgebracht wordt in Californië. En er zijn natuurlijk een hele reeks van staten waar nauwelijks iemand woont. Als u er ooit geweest bent en u rijdt met de auto door Montana, dan denkt u, daar kan nog wel een immigrantje bij hier. Ja, want dat is, Montana is 10 maal zo groot als Nederland en heeft, als ik het wel heb, nou ja, ergens tussen de 1 en de 2 miljoen inwoners of zo. Toen ik er doorheen had, had het evenveel inwoners als de stad Utrecht. Ik vond dat wel vermakelijk eigenlijk. Ja. De Amerikanen verklaren je ook gek als je er doorheen gaat rijden. Zijn Amerikanen noemen dat flyover country. En als je stapt in het vliegtuig, je gaat natuurlijk niet in Montana kijken. Dat is het te zien in zak. Ik hoopte natuurlijk cowboys te zien. Dat leek me wel wat met lasso's en zo. En het enige wat ik zag waren cowboys en helikopters. Ja, wist u dat je met een helikopter kun je enorme koeien roepen, kun je die razendsnel bij elkaar drijven. Koeien schrikken ze te pakken van die dingen. Maar echte cowboys, ja, die zijn er dus wel, die zitten in helikopters. Dat vond ik dan alweer boeiend natuurlijk. Ja, je hebt op heel veel plekken in Montana het gevoel dat de tijd stil heeft gestaan. Dat er eigenlijk sinds 1932 helemaal niets meer gebeurd is. Je moet dan wel een de grote weg af, maar dat kan daar. En dat is wat natuurlijk Michiel zei, het is een land wat zo enorm groot is dat je als Nederlander daar eigenlijk geen helder besef van hebt. Dat komt omdat wij allemaal in ons brein voorgeprogrammeerd zijn op Nederlandse afstanden. En dat, ja, dat, daar kun je ook niks aan doen. Ik vind dat ik vandaag al een hele reis gemaakt heb. Ik ben uit Utrecht gekomen, ik ben nu in Zuid-Limburg. Ik zei nog tegen Tom, we zijn halverwege de Middellandse Zee. En dat gevoel had ik eigenlijk al. Ik zei, het is hier veel warmer dan in Utrecht. Hoe kan dat? Ja, Limburg. Nou is Limburg natuurlijk ook een beetje een anomalie, laat ik het zo zeggen. Ja, u weet hoe het komt, dat ga ik u niet uitleggen. Het is eigenlijk het product van een veldtocht. Het is eraan blijven hangen, dat is het eigenlijk in grote trekken. Het is een soort merkwaardige klompvoet waarmee de
waarmee de natie uitgerust is. Ja, wat is het effect van die, van dat eigenaardige electoraal college is, dat als je bijvoorbeeld goed scoort in de rijkere delen van de Verenigde Staten, dan heb je daar niet zoveel aan. Dat Hillary 3 miljoen stemmen meer had, dat kunt u als je even straks opzoekt in de Wikipedia, ziet u dat een groot deel van die miljoenen extra stemmen, die zijn dus behaald in grote, relatief rijke staten, namelijk in New York en in Californië. Terwijl als u kijkt waar Trump zijn beste resultaten heeft bereikt, en dat is interessant, daardoor viel die verkiezing in 2016 zo volkomen anders en verrassend uit. Dat was dat de democraten dachten dat zij staten die democratisch hadden gestemd voor het electoraal college, want je stemt dus niet op een kandidaat, je stemt eigenlijk op een groep van personen in het electoraal college die stemmen op die kandidaat. Maar een aantal staten wat al sinds 92 altijd democratisch had gestemd en waarvan iedereen dacht, nou dat zal wel weer gebeuren, dat nou net niet hebben gedaan. En dat waren Wisconsin, Pennsylvania en Michigan. En ja, om allerlei redenen heeft Trump daar gewonnen, maar als u kijkt naar de meerderheden die hij scoorde in die drie staten, die toch een aanzienlijke vertegenwoordiging hebben in het electorale college, was het meestal een meerderheid van minder dan 1%. Het gaat bijvoorbeeld in Pennsylvania, Michigan, ging het misschien om enkele 10.000 stemmen. En dat maakt het allemaal nog veel en veel erger natuurlijk. Wat ik hoorde hem zeggen, en toen zei Tommy ook nog eens een keer dat je objectief moest zijn. Dat je moet zeggen, nou ja, die Trump, het valt best mee. Het is helemaal niet zo erg als we vaak denken. Je moet dat ook een beetje meewegen. Nee, daar ben ik het dus totaal niet mee eens. Het is een onbeschrijfelijke ellendeling, kan ik u verzekeren. En dat is die vanaf jongs af aan geweest. Een kletsmajor, een leugenaar, een oplichter, een man die de timmerman niet betaalt. Het is echt, ik moet nu een stukje schrijven en ik zie er tegenop over Trump. Ik denk, ik lees nog drie boeken extra. Dan misschien een beetje objectiverend. Hè? Ook je denkt toch, ach ja. Nee, het is een zak zoals ik zelden in mijn leven heb. Ik heb hem nooit ontmoet, godzijdank. Ik zou mijn hand durven te geven, eerlijk gezegd. Ik zou altijd denken, ik raak beschimmeld. En door deze klootzak. En het is zo erg. Er is een heel boek met zijn leugens van de afgelopen bijna 4 jaar. Dat alleen al is verbijsterend. Ik weet niet of u dat wist, maar hij heeft zijn naam gemaakt in de Republikeinse Partij als leider van de zogenaamde Birther Movement. En de Birther Movement die claimde dat Obama niet in de Verenigde Staten was geboren in Hawaii, maar dat hij eigenlijk was geboren in Kenia. Terwijl zijn oma daar bezig was in een rieten rokje om het kampvuur te dansen. Dat verzin ik er nog even bij, maar dat was natuurlijk de implicatie. Laten we wel wezen, geen doekjes om willen, dit is puur 100% suggestief racisme en niks anders dan dat. Een zwarte kandidaat kan niks wezen, het is helemaal geen echte Amerikaan, het is één grote oplichter. Wist hij dat dat een leugen was? Ja, zeker wist hij dat het een leugen was. Natuurlijk wist hij dat het een leugen was. Maar hij heeft er al die jaren voor gestaan. Hij had nog moeite om in 2016 uiteindelijk onder druk een keer te zeggen dat het misschien wel niet waar was, de Birther Movement. Iemand die dat zegt, iemand die zo'n beweging leidt, die is totaal ongeschikt voor enige overheidsbetrekking van welke aard dan ook. Dat is een afschuwelijke man. Weet u nog, toen hij zijn kandidatuur aankondigde dat hij van die trap afkwam, die roltrap in de Trump Tower? En wat hij toen zei, dat alle Mexicaanse immigranten aan de drugs waren, dat het allemaal levensgevaarlijke criminelen waren, gaan ze maar doen. Leugens die hij al die jaren volgehouden heeft. Alle immigranten zijn levensgevaarlijk. Wat blijkt uit onderzoek, uit alle onderzoek, dat alle immigranten, en zeker illegale immigranten, heel weinig in contact komen met de politie of met het gezag. Dat ze iets doen wat niet mag. Waarom? Omdat ze er dan meteen uitgeflikkerd worden. Ze kijken wel linkuit om risico's te nemen. Alle onderzoek bewijst dat immigranten, en zeker illegale immigranten, zo'n beetje de veiligste en meest betrouwbare burgers zijn die je hebben kunt. Al die jaren heeft Trump het tegendeel volgehouden. Als u het interessant vindt, er is zo'n dik boek over zijn leugens. Allemaal gefactcheckt.
Hij liegt gewoon door. Kan die bommen? Wat heeft hij niet over Obama gezegd dat die illegaals hebben afgeluisterd in terugtuin? Dit verhaal kan ik nog wel even doorzetten. Dus het hele idee van objectiviteit. Er bestaat een boek waar ze proberen op een enigszins neutrale toon te behandelen wat hij al zo gedaan heeft in de afgelopen jaar. Dat kan ik u zeggen is schokkend. Het is ronduit schokkend. De totale ingrijpende onkunde. Laatst heeft Bolton, ook geen sympathiek type, maar toch, en nog weer eens onthuld dat hij geen idee had dat Finland een zelfstandige staat was. Dat is in Amerika niet abnormaal. Er zijn weinig landen waar zo weinig mensen iets weten van de buitenwereld als de Verenigde Staten. Eigenlijk zijn de Verenigde Staten een zachter dorp, zo kan je het beste. Of althans, wat er tussen de kusten zit. Dat is heel merkwaardig in Amerika. Zodra dat woestijn, de woestijn, zodra de oceaan in de buurt is, is het eigenlijk een vrij normaal, modern, progressief land. En dan rij je als het ware het binnenland in. Je hebt dat overal. Denk, je gaat naar Boston, geweldige stad, welvarend, rijk, prachtige musea. Het zou een Europese stad kunnen zijn. Je gaat in de auto zitten, je moet natuurlijk wel een Amerikaanse auto rijden. En je rijdt naar het westen. Dan verandert ook de staat Massachusetts. Zoals u weet, zo'n beetje de meest progressieve staat na Vermont in de Verenigde Staten. Die verandert geleidelijk aan van een democratische staat in een republikeinse staat. En dan wordt het steeds erger en erger en erger. Net zoals in New York. U huurt een auto, u rijdt naar het noorden. En dan krijgt u eerst nog al die suburbs en hoe heet het. Waar de Clintons wonen, dat soort van plaatsen. En op een goed moment ineens stop je bij zo'n benzinepomp. En dan staat er zo'n verroeste F-150, zo'n pick-up, zo'n Ford pick-up is dat. Moet er maar zo'n plekje, best verkochte auto in de Verenigde Staten sinds mensenheugenis. En daar zit dan zo'n man in, zo'n flinterdunne man zonder tanden. En achter het raampje van de cabin zitten twee van die witsers, dus van die geweren. Dus je moet enorm uitkijken zo ver. En daar is altijd een vrouw bij die wanstaltig dit is. Dus al het vet wat de man kwijt is geraakt, is in de vrouw gestopt, als het ware. En er zitten van die kinderen bij die bij ons waarschijnlijk door jeugdzorg onmiddellijk opgepikt zouden worden. Ja, ik weet nog wel, ik reed daar met mijn dochter, die had ik al verteld. Ja, er zijn hele rare dingen in Amerika. En die wou het eigenlijk niet geloven, maar toen ze dat dit zag, toen begreep ze plotseling. Dat is Upstate New York. Dat is nog een van de meest rijke, normale streken die er zijn. Maar je zult maar ergens dat het platteland van de Borrasca zijn. En daar wonen inderdaad die mensen, wat zei Hillary er ook alweer over, op een onbewaakt momentje, dat heeft daar veel schade, berokkend de deplorables, de bijbellezers, de racisten, dus dat schiet graag, hè, want het is natuurlijk een land die volkomen gun crazy is. Als u mij niet gelooft, ga naar Amerika zodra het weer mogelijk is. En dan moet u voor de aardigheid een keer naar zo'n winkel van vuurwapens gaan. Die hebben meestal ook een aanpalend schietbaan. En dan zegt u dat u ook een half uurtje wil schieten. Ik heb het ook gedaan, dus als ik het heb gedaan, kan u het ook doen. Weliswaar met het kleinste kaliber pistool. Wat nog een hele interessante ervaring was. Maar links van u staan dan vier doodnormaal uitziende mannen van middelbare leeftijd als complete krankzinnigen te knallen met zo'n M16. Dat is een betrekkelijk zwaar aanvalsgeweer. En dan denk je, wat zou er in godsnaam los zijn in dit land? Want dat zijn dezelfde lui als ze ontslagen worden, dat ze die M16 die ze thuis legaal bezitten, meenemen naar het werk en al hun collega's doodschieten. Dat is daar ook vrij normaal. Ja, je moet altijd als iemand ontslagen wordt zorgen dat je een paar weken niet naar het werk gaat. Want anders overleef je het niet. Ja, dus dat is er iets mis met Amerika? Ja, er is wel degelijk iets grondig mis met Amerika. Dat is mijn vaste overtuiging. En dat die zwarte jongens op straat dood worden geschoten of anders zitten dood gemarteld worden door de politie, is niks nieuws. Dat is altijd zo geweest, sterker nog, het is eerder iets afgenomen dan toegenomen. Alleen, als het vroeger gebeurde, dan zei je, ja, die zwarte jongen die werd agressief. En ja, we moesten wel hapsen, misschien dit kon absoluut niet. Nu bestaat de iPhone. En kun je op de iPhone zien dat die helemaal niet agressief was.
dat ze vaak niet waar voor hun leven pleiten, omdat ze wel weten wat er zou kunnen gebeuren. En nu zien we dus dat ze in een brug geschoten worden. Dat ze doodgeschoten worden terwijl ze machteloos achter het stuur zitten. Dat ze, maar goed, die Floyd, dat hebben we allemaal 300 keer gezien, dus hoef ik u niet uit te leggen. Dus ja, ik objectief nee. Ik ben helemaal niet objectief en dat wil ik ook helemaal niet zijn. Ik heb jaren geleden, en er sluipt hier een zekere bitterheid in mijn tong, jaren geleden al op de Nederlandse televisie gezegd dat de Republikeinse Partij grotendeels uit levensgevaarlijke gekken bestond. En daar krijg ik altijd kritiek op. Ja, volgens hem was er weer. Ja, die is helemaal niet objectief. Want hij zei dat de Republikeinse Partij, nou ja, enzovoort. En hij zei dat de Democratische Partij dat niet was. Daar kun je wel aan merken. Dat is allemaal linkse prietpraat. Dat kan haast niet anders. Ik zou zeggen, bekijk nog eens, sinds ik dat voor het eerst heb gezegd, wat de Republikeinse Partij op zijn geweten heeft. Ja, want we hadden het nu over McConnell. En dat Biden misschien wel een deeltje met McConnell is een van de grootste politieke boeven die ooit in het Amerikaanse congres zijn gezet. Een man die alle regels, die alle routines met voeten getreden heeft, niet waar, om van de Republikein, om de Republikeinse Partij voordelen te bezorgen. Denkt u aan die opperrechter, hè, dat Scalia was overleden. Obama nomineerde een nieuwe rechter, hij heeft alle recht om dat te doen. En McConnell zei, ja, ik nodig hem helemaal niet uit om met hem te praten. Dus we wachten gewoon tot er wellicht de Republikeinse president is. Het gevolg van al deze ontwikkelingen is, ook van het electoraal college natuurlijk, dat is eigenlijk dat de minderheidspartij in de Verenigde Staten, namelijk de Republikeinse Partij, dat die eigenlijk de meerderheid heeft overal daar waar het om gaat of je de meerderheid hebt. Denk aan de Senaat, maar denk ook aan allerlei lokale gouverneurs, allemaal dat soort van lui. En dat komt dat de Republikeinse Partij op zichzelf op een geweldig goed georganiseerde manier het hele systeem gebruikt heeft om zijn eigen positie systematisch te versterken. Maar eerst nog even over dat electoraal college, want dat heeft ook hele wonderlijke gevolgen. Want het zou natuurlijk best aardig zijn eigenlijk als het electoraal college tot reële politieke strijd zou leiden in alle 50 staten. Maar daar is helemaal geen sprake van, want er is alleen maar politieke strijd in een aantal staten. Dat zijn er soms 12, soms 14, maar veel meer is het nooit. En dat zijn de zogenaamde swing states, dat zijn staten die in principe een switch kunnen maken van republikeins naar democratisch of van democratisch naar republikeins. Die andere staten, 36 stuks, daar zijn helemaal geen verkiezingen. Ik kan me nog herinneren dat ik meen dat ik van, oh ja, ik kreeg van Nevada naar Utah. Nevada is tegenwoordig een swing state. Enorme instroom van Latino's is dat een swing state geworden. Ze schijnt er ook een beetje aan de hand in Texas. En wij reden omhoog die woestijn door, wat ik u allemaal graag warm kan aanbevelen. Niet zo mooi als de woestijn, vooral als je er niet hoeft te wonen. En we gingen natuurlijk naar Utah, naar Salt Lake City. Er is ook geen groter contrast dan tussen Las Vegas en Salt Lake City. Eigenlijk zie je daar de uiterste van de Amerikaanse cultuur. Namelijk het rare gedoe van die Mormonen in Salt Lake City. Ik weet, het is nou jammer dat we geen tijd hebben, maar ik zou u door kunnen amuseren met het Mormoonse geloof. Want veel gekker krijg je het echt niet. En als je ooit tegen mensen wil zeggen, mensen zijn in staat om alles te geloven, hoe gek het ook is, de Mormonen. Het is echt verbijsterend. Maar ik moet zeggen, weinig steden in Amerika zijn zo netjes. Er ligt zo weinig papier op de grond, namelijk helemaal niet. En dat is een soort ouderwetse trend die keurig op tijd rijdt. Het is net alsof alle, laten we zeggen, dysfunctionele aspecten van Amerika weggevallen zijn. En je komt uit Las Vegas. Een volkomen krankzinnige kermis. Ik kan het anders niet noemen. Het is wel een voordeel als u daar geweest bent, hoeft u niet meer naar Venetië. Ze hebben een klein Venetië. Je hoeft niet meer naar New York, ze hebben een klein New York. Ze hebben alles in het klein gemaakt. Venetië, een soort slootjes met van die Italianen die daar een lied zingen. Het is echt. Alleen in Amerika kan zoiets, denk ik wel eens. Hoewel, is dat waar?
Japan. Ja, dan heb je een soort Nederland. Hè. Maar dat is niet zo gek als Las Vegas, daar ben ik van overtuigd. Maar daarom is het een interessant ritje. Ja, dat is... Maarten, ja. Ik ga je even onderbreken, want we gaan ook naar... Ik zeg nog een paar dingetjes en dan zal ik ermee stoppen. Nou, we gaan er vooral nog door, maar dan gaan we ook met de vragen uit de zaal. Er ligt daar nog een hele stapel. Dus... Allereerst is er al het electoraal college. Dat maakt het noodzakelijk voor de Democraten om beter te scoren dan de Republikeinen, wat er ook aan de hand is. Bovendien hebben de Republikeinen in de afgelopen jaren overal waar dat mogelijk was, in feite die verkiezingsmogelijkheden die ertoe leiden dat er meer Democraten komen stemmen dan Republikeinen, die hebben ze afgesloten. Zwarte bijvoorbeeld stemmen graag lang van tevoren, omdat ze vaak geen tijd hebben om verkiezingsdag ook een stem uit te brengen. Daar is zoveel mogelijk op statelijk niveau een eind aan gemaakt. U weet, de meeste van u hebben bij het uitbrengen van uw stem in Nederland nooit langer dan 5 minuten hoeven te wachten. In Ohio sta je dus een driekwart dag in de rij. Daar worden door de regering worden broodjes uitgedeeld omdat de mensen anders flauw vallen. Dat is expres zo gedaan. En want alleen sommige mensen kunnen zich niet permitteren om driekwart dag in de rij te staan om hun stem uit te brengen. Stemmen op zondag, dat hebben ze ook zoveel mogelijk onmogelijk gemaakt. Kortom, ze hebben al die kanalen waar via welke, met name de minderheden stemmen, die hebben ze zoveel mogelijk geblokkeerd. Dat maakt allemaal dat de Democraten steeds veel meer stemmen nodig hebben. Ik wil wel iets zeggen over 3 november. Als de opkomst voor de Democraten, om wat voor reden dan ook niet maximaal is, zoals bij de tussentijdsverkiezingen van wat was het 2018, dan verliezen ze nog eens een keer. Ze moeten echt allemaal komen. En daar is wel een kansje niet waar door het optreden van Trump, juist ook van de laatste weken, en waarbij hij het nog weer zo ongelooflijk bruin gebakken heeft, dat je denkt, hoe is het gods mogelijk? In plaats van te zoeken naar eenheid en compromis en zo. Niet waar, hij mikt puur en alleen op zijn eigen electorale achterban. Heb ik gevoelens positief voor die achterban, want dat kun je ook wel zielig hè. Dat zijn al die arme blanken die hun werk verloren hebben, dan nog. Als je op Trump stemt, dan deug je niet. Kijk, dat is een mooi verhaal over Trump. We hebben in ieder geval die persoon goed belicht. Vind je het fijn om te gaan zitten? Ja, dan wil ik toch nog eventjes, voordat we met de vragen beginnen, Maarten. Ik zal je drankje pakken. Of je mag het zelf pakken. Voordat we beginnen met de vragen, en ik nodig ik je ook graag uit om die vragen te stellen, toch nog eventjes naar deze meneer. Want daar hebben we nog niks over gehoord. Joe Biden, die Congress heeft een stuk deze week over hem. Lang gediend, en de man behoeft geen introductie, lang gediend onder Obama, heeft wat dat betreft ervaring, maar is ook geplaagd door wat schandalen de laatste tijd. De kritiek die hij ook wel eens krijgt is, hij is wat oud, kan hij het nog wel? Trump is ook rond dezelfde leeftijd, maar oogt energiek. Deze meneer is wat ouder, komt misschien ook wat traag over. Maar eventjes in een paar zinnen, hoe beoordeel je deze meneer? Als een zieke giraf wordt gekandideerd door de Democratische Partij, dan vind ik nog dat je op die zieke giraf moet stemmen. Ben ik een grote wonderaar van Joe Biden nou in de verste verte niet. Het is ook hij is 2 jaar ouder dan ik. Het is duidelijk dat zijn hersenpan minder goed functioneert dan de mijne. Het is een man van zeer, zeer beperkte mogelijkheden, zeker nu. Het is doodzonde dat de Democratische Partij niks beters heeft weten te verzinnen, niet waar, dan een man die zelfs bij Omroep Max niet sterk zou scoren. Nee, ik vind het hoogst ongelukkig, maar bij Trump is alles beter. Alles is beter. Is hij in staat om die maximale, het electoraat maximaal aan te boren? Als Trump zo door blijft gaan, dan moet het in principe mogelijk zijn. Oké. Het verschil is nu 15%. Hij is 10% populairder dan Trump. En in die staten waar ik het over had, Wisconsin, in Michigan en Pennsylvania, ligt hij toch zeker minimaal 7,5% en maximaal 10% voor. Oké, dat kan nog verrassen. Ik ga niet zeggen dat Trump gaat verliezen. Geen voorspellingen, dat heb je duidelijk aangegeven. Ik wil even aan u vragen. Zijn er vragen, want Maarten heeft natuurlijk veel verteld. Zijn er vragen vanuit de zaal? Steek uw hand even op. De eerste vraag is natuurlijk altijd spannend. Ik heb in ieder geval wel een vraag binnengekregen van Ron Verhoeven. Waar zit Ron?
mag ik eventjes, Hans, je zit hier vooraan. Ik vind het leuk, ik kan hem voorlezen rondom, maar ik denk dat het leuk is om hem zelf eventjes toe te lichten. En dan mag Maarten hem beantwoorden. Wat was jouw vraag naar aanleiding van onder andere het verhaal van Van Rossum? Ik mag hem zelf voorlezen, want ik heb een bril niet bij. Oh, je hebt je bril niet bij, ja. Oké. Okay. Nou, ik zal je een klein beetje op weg helpen. Wat zijn de drijvende krachten? Je hebt meerdere zulke zaken heb je gesteld. Het gaat onder andere ook over Obamacare. Maar laten we er eventjes één uithalen. Misschien is dit wel de belangrijkste. Wat heeft een herverkiezing met nog 4 jaar Trump voor mogelijke consequenties in de wereld? Wil je daar nog iets bij toelichten? Van waar deze vraag? Het is meer de angst dan wat hij in het verleden heeft gedaan. Dat hebben we nu gezien. De vraag is, als dit nog een periode aanhoudt, hoeveel schade dat hij in de wereld aanbrengt. In coalities en bondgenootschappen. Of dat überhaupt nog wel te repareren valt als er nog een termijn aankomt. Duidelijke vraag, Maarten. Dat heeft meerdere kanten. Ten eerste is het feit dat hij natuurlijk een waardeloze president voor de binnenlandse politiek is geweest. Omdat hij eigenlijk vindt, hij is eigenlijk helemaal geen president. Hij kijkt een groot deel van de dag kijkt hij naar zichzelf op de televisie en daar is hij dan wel of niet tevreden mee. En dan had hij tweeten dat hij als een kritisch behandelaar had hij verschrikkelijke tweets versturen. Maar hij is eigenlijk nauwelijks serieus beleid geweest. Dat is een van de grote problemen. Op heel veel departementen in Washington zijn er nog steeds, terwijl hij al bijna 4 jaar bezig is, zijn nog steeds niet de noodzakelijke ambtelijke benoemingen gedaan. Er zijn nog honderden posten die eigenlijk niet opgevuld zijn. En dan kun je natuurlijk zeggen van ja, die ambtenaar heeft toch niks aan, maar dat heeft verstrekkende gevolgen voor de beleidsvoering. Bovendien heeft hij op tal van departementen mensen benoemd die in principe wensen hebben en ideologieën hebben die strijdig zijn met het hele beleid van dat departement. Dus ook de hele Washingtonse overheid is in toenemende mate krakkemikkig en dysfunctioneel geworden. Nog 4 jaar zou die toestand aanzienlijk ernstiger maken. Nogmaals, hij is geen president. Een president is iemand die leiding geeft. Die in principe nieuwe maatregelen neemt, nieuwe wetgeving produceert, adequaat reageert op veranderingen in de wereld. En daarvan is eigenlijk nauwelijks of niet sprake geweest. Hij heeft natuurlijk 1 grote wettelijke triomf behaald, lijkt het. Dat is die wet over de belastingverlaging, maar die lag klaar. Dat was een republikeinse wet die klaar lag en hij heeft ervoor gezorgd dat die getekend is. Een niet-republikeinse president had die wet nooit getekend over een wet van ingrijpende sociaal-economische onrechtvaardigheid. Vooral belastingverlaging voor grote bedrijven en voor mensen met ontzettend veel geld. Maar dat is de binnenlandse politiek, hè? Ja, binnenlandse politiek. Maar kijk ook eens naar de globale politiek. Nu komen we aan de buitenlandse politiek. En nou, iedereen weet, hij is een handelsoorlog met China begonnen. Dat heeft helemaal geen reet opgeleverd. 0,0 schade in feite voor beide partijen. Dus is er nog maar één, de eerste fase is nog maar getekend. Hè? Dus dat kan natuurlijk nog. De hele crisis kwam er even tussendoor. Die hele handelsoorlog was niet noodzakelijk geweest als die eerst normaal met de Chinese regering over de diverse problemen en de moeilijkheden die de Amerikanen daarmee hebben in gesprek te gaan. Maar Trump heeft nooit zin om in gesprek te gaan, want hij stelt iets voor, als ze dat niet willen, dan is hij tegen. Hij heeft NAFTA veranderd, hè, dus het handelsverdrag tussen Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Daar heeft hij enorm veel over rondgetetterd, dat is niet of nauwelijks veranderd. Hij heeft natuurlijk meerdere malen gezegd dat de NAVO-bondgenoten dat schoften zijn. Die dierrijk op de zak van de Verenigde Staten, die zouden veel meer geld uit moeten geven voor tijd dat enzovoort. Dat is denk ik een punt, heeft Obama ook gedaan, maar dat kun je op 2 verschillende manieren doen. Je kunt de andere bondgenoten regelmatig schofferen als je in de gelegenheid bent. En je kunt ook met de bondgenoten in gesprek gaan. Overigens zie ik totaal niet in waarom de NATO-landen in principe een uitgave zouden moeten hebben, enigszins op het niveau van de Verenigde Staten, want wij hebben dergelijke strategische ambities, hebben wij niet. De Amerikanen hebben mondiale strategische ambities en wij hebben in Europa eigenlijk nauwelijks strategische ambities. Waar was de NATO voor? Niet waar om de Sovjet-Unie in te dammen, nou die is vrij significant ingedampt. De strategische grens van de Sovjet-Unie is 1500 kilometer naar het oosten verscholen. Ja, maar redeneren eens door bijvoorbeeld, hè, als dit beleid van Donald Trump globaal gezien, als dat nog 4 jaar doorgaat, wat zou dat dan bijvoorbeeld ook misschien ook interessant, hè, wat Michiel net zegt, wat zou dat voor ons betekenen als Europa zijnde? Niet zo verschrikkelijk veel.
ze hebben ons evenveel nodig als wij de Verenigde Staten nodig hebben. Heel veel, Nederland is een land wat een relatief omvangrijke handelscontacten met de Verenigde Staten onderhoudt, maar dat geldt lang niet voor alle EU-landen. En de EU is een grotere markt dan de Verenigde Staten en het is niet, wij kunnen het. Zoals Merkel zei toen zij eerst geschoffeerd was in NATO-verband, zei ze, ja, we zullen het nu verder zelf op moeten knappen. Merkel is overigens een vrij goed voorbeeld van iemand die wel leiding kan geven en adequate leiding kan geven. Kijk hoe ze gereageerd heeft op de coronacrisis. Ook beter dan Mark Rutte, namelijk 4 weken eerder dan Mark Rutte, met als gevolg dat de situatie in Duitsland nog steeds gunstiger is dan die in Nederland geweest is. We zijn nu wel terug op het normaal punt. Ik wil maar zeggen, je kunt heel goed leiding geven, maar dan moet je wel je verstand gebruiken en ook dat verstand moet je wel hebben. Oké, hij heeft natuurlijk wel mensen om zich heen. Hè? Mike Pence bijvoorbeeld, dat is de man die je vaak in beeld ziet. Hoe taxeer je hem? Want er wordt wel eens gezegd, dat is de man die achter de schermen Trump is, degene met het image, met de grote mond, die trekt de aandacht. En Mike Pence, dat is degene die moet het eigenlijk achter de schermen op politiek gezien recht trekken. Dat is een surfkont. Een druiloor eerste klasse, een waardeloze figuur. De gouverneur van niks. Hij houdt het wel vol, dat is Trump. Hij heeft al van veel mensen afgezet. Ja, dat geeft al aan wat een waardeloze figuur dat is. Oké, daar heb je weinig vertrouwen in. 0,0. Oké. 0,0. Mike Pence is de vertegenwoordiger van het beroerdste wat je kunt vinden in het Amerikaanse politieke bestel. Een extreem gelovige. En die was ook weer, hij wil niet in één ruimte zijn met andere vrouwen als zijn eigen vrouw er niet bij is. Kortom, een psychiatrisch geval. Oké, perfect. Ik wil nog één aantekening maken die misschien toch vrij revolutionair klinkt uit mijn mond. En dat is dat ik tot op de dag van vandaag Trump minder erg vind dan de jonge Bush. Okay. Trump heeft één ding niet gedaan, namelijk een oorlog beginnen. En dat heeft de jonge Bush, zoals we alle weten, wel gedaan. Een volkomen verkeerde, onjuiste en leugenachtige reactie op 9-11, namelijk de bezetting van Irak. Met verstrekkende negatieve gevolgen, 100.000 doden, uitzichtloze situatie in Afghanistan en in Irak. Dat heeft Trump niet gedaan. Dus in die zin beoordeel ik de jonge Bush nog steeds als ook een slechtere president dan Trump. Ja. Trump is zo'n waardeloze president dat hij eigenlijk heeft een reeks van ongelukken veroorzaakt die allemaal tot dysfunctionaliteit leiden. Maar hij heeft geen heel groot ongeluk veroorzaakt. Nee. Er wordt wel eens gezegd, of werd eigenlijk gezegd voordat hij president werd, het is een man, en als je kijkt naar wat hij heeft opgebouwd als ondernemer, en zijn carrière voor het presidentschap, er zijn ondernemers die, die vinden dat indrukwekkend, wat hij heeft neergezet. Ja, dat is helemaal niet zo. Nou oké, maar de vraag is een beetje, leiding geven, dat kan niet. Dat hebben we in ieder geval, dat heb jij duidelijk aangegeven. Maar van tevoren werd ook gezegd, het is wel iemand die weet hoe je een deal moet sluiten. En dat kan in de politiek misschien wel eens verfrissend werken. Hoe kijk je daarop terug? Ja, hij is helemaal geen succesvolle ondernemer. En de New York Times heeft dat allemaal eindeloos berekend. En hij zegt altijd, ik heb van mijn vader maar een miljoentje gekregen. Moet eens kijken, ik heb een miljardenvermogen opgebouwd. Maar uit alle berekeningen blijkt dat hij minimaal $400 miljoen van zijn vader heeft geërfd. Waarbij de New York Times had uitgerekend wat zou er zijn gebeurd als je die $400 miljoen gewoon op het moment dat hij het erfde, dus het is erg in de jaren later, jaren 70, zou hebben belegd aan Wall Street, dan had je nu meer geld dan Donald Trump nu heeft. Donald Trump zegt altijd dat hij geloof 6 miljard heeft, maar volgens alle deskundigen is dat absoluut niet waar, maar blij zijn als het 2 zijn. Dat is ook meer dan ik heb, dat geef ik toe. Maar ik heb ook niet, hij is 3 keer failliet gegaan. Maar omdat je natuurlijk in Amerika dat eigenaardige faillissementsconstructies hebt, is dat vaak een heel voordelige zaak om even failliet te gaan. Bij een tijdje van je schuldeisers af kun je de boel reorganiseren. Je kunt ophangen met je timmerlieden te betalen, want dat is een lange, lange voorgeschiedenis dat die nooit iemand betaald heeft. Wat ze regelmaat, wat ze werk niet toekwam. Dus ook op dit punt is het show. Hij is een showman. Ja. Maar dat doet hij wel erg goed, want hij weet daar wel een groot publiek in ieder geval mee te mobiliseren. Dat heeft 2 kanten. Namelijk, ten eerste is hij erin geslaagd om een deel van de blanke onderklasse te mobiliseren. En dat heeft hij gedaan, laten we eerlijk zijn, door het racistische element in zijn verkiezingscampagne te brengen. En door te zeggen van dat de deplorables, dat had je natuurlijk nooit moeten zeggen, hartstikke stom, dat de deplorables prima lui waren. En het probleem is dat in Amerika de zaken zo gepolariseerd zijn, politiek, dat ook heel normale republikeinen het
niet over hun hart konden verkrijgen om op Hillary te stemmen. Nee, niet op Hillary. Het is nog steeds mijn vaste overtuiging. Als Hillary een man was geweest, was ze moeiteloos president van de Verenigde Staten geworden. Maar dat ze de vrouw van was, dat was niet verstandig gewoon. Ik ben er erg voor dat een vrouw president van de Verenigde Staten wordt, maar niet de vrouw van. Hoe dan ook, dat was verkeerd. Helder. Vraag uit de zaal. Ik zag daar een hand. Sting even uw hand op als u een vraag heeft. Ik zag hier in ieder geval iemand die iets wilde vragen. Heb ik dat goed gezien? Nee? Ik had een hand op. Ja? Oh, zo, nee, dat gaan we zeker doen. Misschien dat we af en toe een beetje. In het verhaal. Nou, laat ik het anders voor, meneer Bieber. Ik zie daarachter, is dat een hand, meneer? Nee? Wie van u vindt Trump toch wel eigenlijk een vrij sympathieke baas? Kijk, ik durf dat nu niet meer aan te geven. Regelmatig heb ik mensen ontmoet, zeggen ja, maar toch. En, de beurs stond hartstikke hoog en zo. Ja, dat is wel door corona ja. Veranderd, maar toch. Hij heeft er toch best leuk van afgebracht. Ja? Harry? Ja, gewoon is de kans van een onafhankelijke kandidaat. Er is nog een of andere DJ heeft zich opgeroepen gekozen te worden. Is dat iets wat in Amerika denkbaar is? Dat een onafhankelijke, het is nu kiezen uit twee kwaden, hè? Het is al twee niks eigenlijk. Hoe kun je daar een andere rol in krijgen? Nou, die kans is ontzettend klein. Omdat het zijn twee partijen die toch het terrein in hoge mate beheersen. De kans dat je daar de derde kandidaat, er is meestal als u het een beetje gevolgd heeft, zijn er hele massa's derde kandidaten die allemaal 1% of 0,1% of wat dan ook krijgen. Wat over verrekte stom is, hè, denkt u nog aan Al Gore, die in feite ook beter scoorde dan de jonge Bush, maar die door het optreden van die ongelooflijke irritante linkse ijdelduit van Ralph Nader, heeft Gore in feite de verkiezingen verloren. Als het idee dat natuurlijk ziet dat die paar procent van de stemmen krijgt, dat dramatische gevolgen voor zijn. Nee, dat is doorgegaan. Ook met een beetje twitters, dus deugt allebei niet. En daarom zei ik dat ook, en ik ook met een dementische graf zou, daar zou ik wel mijn stem op uitbrengen en niet op Donald Trump. Donald Trump is gewoon een slecht mens. Ja, dat klinkt idioot en eigenlijk zou ik moeten zeggen dat. Wat zijn dan voor rare morele categorieën die je daarbij aanlegt? Nou, lees wat over Trump, de manier waarop hij zijn medewerkers, als hij er genoeg van had, behandeld heeft, gekleineerd heeft, gepest heeft, getreiterd heeft, tot tranen toe getreiterd heeft. Dat is van een. Het is vaak dat je denkt: hoe is het godsmogelijk dat een ellendeling als dit daar terecht is gekomen? Ja, dat kan. En ik geef toe, dat heeft iets te maken met de bestaande politieke elite. En dat heeft iets te maken met het feit wat ik schetste dat Amerika al 40 jaar voortdurend de verkeerde richting heeft gekozen. Gek genoeg is de meeste ellende het gevolg van de Republikeinse Partij. En dat is tegelijkertijd de partij die ervan geprofiteerd heeft in de persoon van Donald Trump natuurlijk. Die helemaal geen Republikein is, het is gewoon mij. Hij heeft in de tijd in 2016 deelgenomen, niet omdat hij dacht dat hij zou winnen, helemaal niet, hij dacht dat hij zou verliezen. Dat dacht hij nog op de avond zelf. Hij heeft uren gewerkt aan zijn toespraak waarin hij zou zeggen, sorry, ik heb het verloren. De beelden zijn ook wel eens geanalyseerd dat hij het podium opkomt lopen en dat je hem ziet kijken, eigenlijk vol ongeloof. Hoe is dit gelukt? Melania schijnt in tranen te zijn uitgebarsten. Die dacht, god, almachtig, wat staat me te wachten met die baloot. Moet ik ook naar Washington verhuizen? Iets bij voor kunt stellen. Ik heb haar zelf geluk als je kijkt, moet ik zeggen. Ja, je zult maar met zo'n morgen trouwens zijn. Ik zeg, goed, dan wacht er nog aan toe. Wat is het? Dat is ook een van de vragen die ik een beetje lees door alles wat binnen is gekomen. Onder andere Niels heeft dat ook een beetje in zijn verhaal verwerkt. Is Niels in de zaal? Volgens mij zit hij in deze groep. Als je er bent, Niels, laat eventjes je hand zien. Het is ook een beetje, wat is nou het hoofdstuk dat Donald Trump toevoegt aan de Amerikaanse geschiedenis, hè? Welke kant het ook in de hoop gaat. Maar hoe kijken we, en dat kun jij als historicus misschien nu nog niet zeggen, maar daar kun je wel een inschatting van maken, hoe kijken we straks terug op deze periode? Als een grote zwarte bladzijde? Dat denk ik, ja. Ik denk dat die demonstreert wat in Amerika in principe mogelijk is in de negatieve zin. Omdat dat is natuurlijk het wonderlijke, dat Donald Trump is de opvolger van Obama. Die in alle opzichten een prima president was, geen enkel schandaal heeft zich ontwikkeld in die jaren. Bij ons weten heeft hij eigenlijk al een leugentje om best wel verteld. En, maar ik bedoel, liegen op het niveau van Donald Trump is weer wat anders, ook heel interessant.
zijn leugenstrategie kan ik u warm aanbevelen. De meeste van u zullen mij zelden een leugen vertellen. Enkele maal kan gebeuren, maar u doet het niet graag, u zit er ook een beetje mee. Als u graag wil liegen, dan kunt u best altijd over alles liegen. Alles. Dus u komt straks thuis, uw partner vraagt, en hoe was het daar op dat gerlachtig kasteel met die volswinnaar? Daar ben ik helemaal niet geweest. Ik heb mijn vriendin in bed gelegen in Venlo. Ik heb het maar net gehaald. Het was geweldig. Zoiets kan u, dat kunt u rustig doen, want uw echtgenoot weet dat u altijd liegt over alles. Dus als je altijd liegt over alles, dan winnen mensen aan het feit dat je altijd liegt over alles. Je creëert eigenlijk ook je eigen waarheid, hè? Zo wordt het ook wel eens uitgelegd. Ja, want de tegenpartij gaat het ook doen, die gaat ook hun eigen verhaal doen. Trump leeft in een volkomen zelfgecreëerde wereld. En dat normaal gesproken ben je dan een psychiatrische patiënt, maar door toevallige omstandigheden zit hij in het Witte Huis. Maar hoe krijgen we daar als neutrale toeschouwer vat op? Of ligt daar een taak dan voor de journalistiek? Of moeten we zelf dingetjes uit gaan zoeken? Je weet dat. De journalistiek bestaat al enige tijd niet meer. We hebben allerlei verschillende journalistieken. Want als je een aanhanger bent van Donald Trump, dan kijk je dus aan voor Fox. Je kijkt op het internet naar Breitbart, of dat lees je wat daar staat. Er zijn een heleboel van die ultra-rechtse websites, nog veel ultra-rechtse dan. En CNN is een beetje meer de vertegenwoordiger geworden van de democraat. Maar dat is toch ook, dat is ook niet zo. CNN was, maar democratisch CNN is probeert ook objectief te zijn. Maar ze zijn wel wat opgeschoven de laatste de jaren. Ja, maar CNN is een van de medeveroorzakers van het succes van Trump in 2016. Want dat moet er wel bij gezegd worden, als Trump op het scherm verscheen, gingen de kijkcijfers die verdubbelden. CNN heeft ook wel eens gezegd, daar is ook die directeur van CBS, het mag een klootzak zijn, maar het is wel onze preferred klootzak. Het is wel, gaan de cijfers, die zijn geweldig. Een beetje wat wij hadden in Nederland met Wim Fortuyn. Ook een volstrekte, waardeloze schetsfiguur. Ongetwijfeld is hier wel ergens iemand die op hem gestemd heeft. Die dacht van zo, dan wordt het ook eens gezegd. En dat klote land waar ik niks meer heb. Nou, dat werkt. En maar ook pas Pim Fortuyn op het scherm verscheen, dan verdubbelde de kijkcijfers. Omdat het zijn entertainers in feite. Dat is Trump ook. Trump is ook een entertainer. Heeft u nooit zo'n toespraak van hem gezien? Of een stukje van zijn toespraak? Het is onsamenhangend. Hij zegt alles twee keer. Dat je denkt van, wat is dit voor een man? Ja, wij zien natuurlijk maar een klein stukje. En dat doet hij natuurlijk wel heel slim. Dat hij weet, wordt met 20 seconden wel uitgezonden. Mag ik eventjes vragen, even het verlengde van de vraag die jij net eigenlijk stelde. Wie denkt dat Donald Trump herkozen wordt op 3 november? En u mag dat gerust aangeven, oké. Dan ga ik eventjes staan om te kijken, is dat... Mag ik nog één keer de handen zien? Ja? Nou, dat zijn nog een heleboel mensen. Oké, nou eventjes, waarom deed u dat? Wat is uw gevoel daarbij? Omdat ik nooit had gedacht dat hij er zou komen. Hij is er gekomen en hij is nog blijven zitten. En waarschijnlijk gaat het weer gebeuren. Onverwacht. Oké, ik zag hier ook een hand. Wat dacht jij? Ik denk ook dat hij echt gekozen zal worden. Ik heb ook een vraag aan u. Ja. Als dat kan. Ja, natuurlijk. Nou, lijkt voorop dat ik ook geen sympathisant ben van de heer Trump. Ik denk echt wel dat je objectief moet kijken naar zijn leiderschap. En wat je toch ziet is dat hij ook dingen goed heeft gedaan. Hoe dat zijn? Nou ja, in 2019, de heer Vos zei dat economie was altijd zijn sterke argument. Dan in 2019 was het bruto nationaal product van Amerika was nooit zo hoog. Daarbij heeft hij ook de spanningen met Noord-Korea, die heeft hij toch wel significant weten te reduceren. Ik vraag me af, worden die positieve aspecten niet onderbesneeuwd door de meer negatieve aspecten van de heer Trump? Okay. Ik denk wel dat ik het antwoord van jou weet, Maarten, maar probeer er toch een antwoord op te geven. Goeie vraag, dankjewel. Ten eerste is de invloed van een president op, laten we zeggen, het macro-economische ontwikkeling van de Verenigde Staten zeer beperkt. Voor zover hij daar aan bij heeft gedragen, was hij het niet, maar die republikeinse wetgeving. En je kunt je ook afvragen hoe verstandig het macro-economisch is om een snel groeiende economie nog extra te stimuleren met ingrijpende belastingverlagingen. Dus hij heeft er niks aan bijgedragen, zegt hij? Nee, die economie draaide al prima toen Obama vertrok. Die is prima doorgedraaid, maar het is zijn verdienste niet. En Noord-Korea, dat was twee keer natuurlijk een leuke kermisshow. Maar dat heeft niets bijgedragen aan een betere relatie met Noord-Korea. Want als u de krant een beetje gevolgd heeft, weet u dat Kim, dat is namelijk zijn achternaam, dat Kim in feite gewoon doorgegaan is.
Russisch met raketten te lanceren en nucleaire wapens te ontwikkelen. En dus dat was op zichzelf typisch Donald Trump om, niet waar, tweemaal een schetsontmoeting, iets wat alleen maar georganiseerd was voor de buurman. Maar dat is de show rondom zijn persoon en dat, maar ja. Het gaat even over de economie, dat belastingplan, dat lag weliswaar klaar. Ja, dat is wel onder zijn naam is dat gebeurd. Ja, maar wat zegt dat verder? Nou ja, hij had het niet verzonnen. Hij kan dat succes niet wel claimen. Hij heeft natuurlijk gezegd tegen de deplorables, tegen al die mensen in flyover country, heeft hij ooit gezegd, jullie zijn er slecht aan toe. Er is enorm veel werkgelegenheid in Amerika verloren gegaan, onder andere door outsourcing van grote delen van de Amerikaanse industrie. Dat is volkomen juist. En hij beloofde dat hij die werkgelegenheid terug zou brengen. Daar heeft hij helemaal totaal niets aan gedaan. 0,0. Ik ga toch even, kom even terug. Bevredigend het antwoord van de meneer Van Rossum? Zeker. Nogmaals, eigenlijk denk ik wel dat het belangrijk is om objectief te blijven. Kijk, iedereen heeft natuurlijk een neiging om achter de menigte aan te lopen. En te zeggen van, ja, die Trump kan er eigenlijk helemaal niks van. Maar ik vind ook dat de media daar een grote rol in kan spelen, of eigenlijk de anders beslissende rol erin speelt, om de positieve aspecten en de negatieve aspecten toch te balanceren. En dat mis ik af en toe toch wel een beetje. Oké, dankjewel. Ik wil eventjes verder hier is ook nog een vraag / opmerking. Denk je trouwens dat Donald Trump herkozen wordt? Ik ben bang voor wel. Oké, uw vraag. Waarom? Het volk krijgt de leiders die het verdient. Een quote die Marvin zal ook ongetwijfeld weten van Mahatma Gandhi. En ik denk dat we als westerse wereld moeten accepteren dat Amerika niet beter verdient. En ze gewoon in hun vet moeten laten gaan. En de rol als wereldleider zal Amerika ongetwijfeld verliezen en die zal China overnemen, ongetwijfeld. Oké, dat is wel interessant. Hè? Dus ze verdienen eigenlijk, zegt u, ze verdienen eigenlijk de leider die ze misschien zelf ook een beetje vertegenwoordigen in hun karakter. En de rol van China, dat is op zich wel een aardig punt. Hoe kijk je daarna, Maarten? Want China wil niets liever dan natuurlijk de macht in de wereld overnemen. Eerst natuurlijk die kwestie van of het ieder volk de leider krijgt die het verdient. Eigenlijk niet, want Hillary had gewonnen. De Democraten hadden de verkiezingen gewonnen. Als je een achterlijk politiek systeem hanteert, wat vol zit met knopen die rare resultaten genereren op basis van normale verkiezingen, ja, dan zit je met een probleem wat verbazingwekkend is. Na deze, wat is het, 3¾ jaar, is dat 40% van de Amerikaanse kiezers nog steeds al achter Trump staan. Dat vind ik verbazingwekkend. Hoe dat op verkiezingsdag zal zijn, dat durf ik niet te zeggen. Die coronacrisis heeft natuurlijk wel een deuk geslagen in het vertrouwen wat de Amerikanen in hem hebben. Dus we moeten even kijken hoe dat uit gaat pakken op die 3 november. Maar ja, als Biden nou een charismatische, veelbelovende, glanzende figuur was, zoals Obama was in 2008, dan weet je het wel precies zeker. Die campagne moet nog een beetje op. Maar ik zie in Bing, de macht in de wereld, dat zegt mij nou niet zo verschrikkelijk veel. China is wel in koopkrachtpariteiten nu al de grootste economie ter wereld. En dat is natuurlijk een patroon wat in de loop van de komende decennia waarschijnlijk verder zal toenemen. Vergeet ook niet dat India daar een beetje strompelend, maar toch ook in een vrij fors tempo achteraan komt. Ook 1300 miljoen mensen, in totaal natuurlijk 2,6 miljard mensen. Dat tikt door als je gaat industrialiseren. Maar het zwakke punt van Xi Jinping en van China is natuurlijk dat het geen moreel leiderschap is. Want we weten allemaal dat het een totalitaire staat is. Maar maakt het wel duidelijk om de macht over te nemen in de wereld? Hoe neem je de macht over in de wereld? Hoe zou... Even naar deze meneer, ik denk dan wel. Moet ik dat zien als militaire macht of moet ik dat zien als morele macht? Economische macht denk ik. Hè, dat moet ik het zien als economische macht? We hebben het over economische macht. Zelfs economisch is China, hoe groot het ook is en hoe snel het ook is, ook niet veel meer dan, wat zal het zijn, 1% of 10% van het totaal van de wereldeconomie. Okay. Dus dat... Even naar de wereldmacht, dat zegt mij niet veel als het niet geconcretiseerd wordt. Ik geef even de microfoon aan de hand, want we moeten natuurlijk wel de afstand houden. Ja. Ik ben het helemaal eens met meneer Van Rossum. China is wel een heel groot land, maar daarnaast het is natuurlijk een land wat gebouwd is met communisme. En het heeft beperkingen natuurlijk in zijn invloed. Een communistisch land, dat zie je nu ook aan de invloed van China in Afrika, die hebben ze wel, want ze hebben alles gekocht. Maar ze kunnen hun
systeem, waar ze natuurlijk in China groot mee zijn geworden, natuurlijk heel moeilijk gaan uitbreiden in de rest van de wereld. De democratie zoals wij kennen in de westerse wereld en Amerika, meneer Van Rossum zei, Trump heeft gewonnen. Maar ik denk dat we beter kunnen zeggen dat Hillary heeft verloren. Want in de gewone staten van Amerika, tussen de oceanen, was het niet zozeer dat ze Trump zagen zitten. Nu wel inmiddels, toen bij de verkiezingen, want als je een overwinner hebt, heb je een overwinner. Maar het was vooral dat ze eigenlijk de Clintons, wat zij zagen als een soort politieke maffia, zo is hij ook gepresenteerd, niet wou hebben. Heeft u meer vertrouwen in Joe Biden nu? Joe Biden vind ik erg anoniem. Laten we heel eerlijk zijn, we hadden een socialistische, maar dat is voor Amerika te socialistisch. Maar het probleem van de Democraten op dit moment is dat ze gewoon geen sterke man hebben. Ja, want... Oké, ik wil... Ja. Dank voor de reactie. Weer eventjes naar deze kant van de zaal. Ja. Ik geef u even de microfoon in de hand en dan mag u de vraag steeds opmerken maken. Ja. Het is best interessant om te horen waarom Trump zo'n slechte president is en 4 jaar geleden zo'n slechte kandidaat was. Maar het is ook interessant om te horen wat er fout gaat bij de Democraten vooraf, 4 jaar geleden, in het aanwijzen van Hillary en nu weer in het aanwijzen van Joe Biden. Als Trump zo slecht is, hoe ben je dan in staat niet fatsoenlijke oppositie te voeren en daarna de verkiezingen te doen? Dat is een hele grote vraag, maar probeer hem beknopt te beantwoorden. Want dan kunnen we misschien nog wel. Ja, ik kom terug op het punt dat Hillary de verkiezingen heel gewoon gewonnen heeft en vrij ruim gewonnen heeft. Maar ja, dat het systeem zo raar aan elkaar zit dat ze de verkiezingen dus verloren heeft. Maar meneer heeft wel het punt natuurlijk, hè, hoe kun je nu met zo ontzettend veel kandidaten uiteindelijk bij Joe Biden uitkomen? Ja, dat komt omdat de sterke kandidaten, dat was Elizabeth Warren, dat was Sanders en dat Biden heeft lange tijd, wist iedereen zeker dat Biden volstrekt kansloos was. Maar tegelijkertijd, zowel bij Sanders als bij Warren, hele goede kandidaten. En zeker bij Warren met werkelijk een voortreffelijke politieke agenda, waar diep over na was gedacht, waar niets aan mankeerde. Amerika moet grondig in de stijgers. Daar is elk verstandig mens het over eens. Maar je weet ook dat mevrouw Warren in Amerika volstrekt onverkiesbaar is, namelijk en een vrouw. Hallo. En allemaal aan de linkse kant. Nou, die combinatie, dat kun je dus rustig verleden. Sanders ook natuurlijk, die staat nog 2 jaar ouder dan Biden. Het is een godswonder dat die man nog op de been is. Hij kreeg een hart verlamd tijdens de campagne. Tot mijn stomme verwondering stond hij er 3 dagen later, stond hij er weer. Het is wel een doorzettertje, maar ja, veel te links. Even een reactie. Maar als de sense of urgency zo groot is met Trump aan de macht, zoals dat 4 jaar geleden al voorspeld is en nu weer ook door jou herhaald wat van ramp is, dan zou je toch als tegenmacht in staat moeten zijn om dat proces wat beter te organiseren. Dan staat er toch te veel op het spel om het op deze manier te laten eindigen met Joe Biden als kandidaat. Ja, Joe Biden was toch de, laten we zeggen, de compromiskandidaat, de man in het midden en de man die laten we zeggen, niet bekend staat als verschrikkelijk links. Iemand die zijn hele leven in dat systeem had meegedraaid. En Joe Biden, dat is ook de reden, dat vergeet niet dat er hier is een heel proces van voorverkiezingen aan vooraf gegaan. En dat de kiezers in de voorverkiezingen simpelweg geredeneerd hebben, hij heeft een kans om Trump te verslaan. Je kunt Warren wel benoemen tot kandidaat, maar dan weet je zeker dat je weer verliest. En dat is het probleem van Amerika, dat de mensen met serieuze plannen voor hervormingen, niet waar, daarvan weet je vrijwel zeker dat ze zullen verliezen. Nog afgezien van het feit dat we helemaal niet zeker weten, het huis zal wel in democratische handen blijven, daar ben ik wel vrij sterk van overtuigd. Maar of de Senaat in democratische handen zal raken, is iffy, om het maar zo te zeggen. En dat betekent dat de Republikeinen, wie het ook wordt, ook als een democratische kandidaat gekozen wordt, alle instrumenten in handen hebben om net te doen wat ze bij Obama hebben gedaan. Dat is helder, Maarten. Om de zaak systematisch te saboteren. Oké, hier is nog een vraagje voor. Ja, eigenlijk hoor ik alleen maar respect voor Trump. Als je zo'n dramatisch kandidaat bent en je weet te overleven, zoals hij dat doet, is ontzettend knap. Dus als jij hier al 50 minuten aan het vertellen bent hoe slecht hij eigenlijk wel niet is. En ik verbaas me inderdaad hoe zo vent overeind kan blijven. Nou, dat is eigenlijk alleen maar...
ontzettend knap. Dan zie je aan als je retorisch werkt op de basale vooroordelen van je kiezers, hoe effectief dat kan zijn. Ik wil nou verder geen Nederlandse voorbeelden geven, maar we hebben ook politici die de meest krankjorige ideeën uitkramen en die toch relatief succesvol zijn. Godzijdank hebben wij niet zo'n achterlijk systeem als het Amerikaanse, maar anders. Als wij een systeem hadden gehad als het Amerikaanse, sluit ik niet uit dat een charlatan als Pim Fortuyn dat die minister-president zou kunnen worden. Dat sluit ik niet uit. Oké. Zijn er nog wat? We zijn een beetje. Ja, hier is nog een laatste vraag, want het is inmiddels 6:15. Een laatste slotwoord voor u. Ja, Maarten, je bent geschiedenisprofessor. In hoeverre is dit terug te voeren op de strijd die een paar honderd jaar geleden voerde tussen de Confederates en de Noordelingen en al die Black Lives Matters die nu weer naar boven komen? Nou, daar zit wel wat in die vraag. Ik ben trouwens geen professor. Dat in het kind me altijd lichtelijk, ja, u denkt als fijne professor. Dat zou wel zijn. Het hoogleraarschap, dat is een heel eigenaardige functie, want als je gepensioneerd wordt als hoogleraar, dan ga je met emeritaat, zoals dat soort deftig heet. En in dat emeritaat, dat duurt in principe wat betreft de regels ongeveer 5 jaar. Na 5 jaar verlies je alle rechten en plichten aan het ambt verbonden en is het ook onzin om in feite de naam van het ambt te blijven voeren. Ja, stel voor dat je buschauffeur bent, dat is een beetje gek, als je daar dan nog 20 jaar in het verzorgingstehuis bekend staat als de buschauffeur. Wil de buschauffeur nog een kop thee? Nou, graag. Maar probeer precies de vraag, dat was een goede vraag op zich, de vraag te beantwoorden. Ja. Weet je het nog? Jazeker. Wat ik altijd zeg als metafoor, is dat de Amerikaanse Republiek geboren is als een beeldschone prinses met ongekende mogelijkheden, die deels ook gerealiseerd heeft, maar dat zij, en dat vergeten we wel eens, een geboortegebrek had. En zie je, ernstig geboortegebrek. En dat was de slavernij. En aan die slavernij is natuurlijk een eind gemaakt in de burgeroorlog en door Lincoln. En lees het Gettysburg Address. Als je naar het Lincoln Memorial gaat, ga sowieso kijken daar. Het is heel indrukwekkend in principe. De meest aantrekkelijke aspecten van de Verenigde Staten, de bol. Maar nadat die slaven bevrijd waren, nadat er zelfs een grondwetsartikel aan toegevoegd was, een amendement waarin dat ook gestipuleerd werd, zijn de zwarten in de zuidelijke staten, van alleen de staten waar ze woonden vanwege die katoen, want dat was de reden dat ze daar waren, niet waar systematisch en gewelddadig onderdrukt. En u kent allemaal de verhalen over de lynchings en over de extreme gewelddadigheid. Ik heb ook wel eens gezegd, en ik heb dat ooit ergens gelezen, ik vond het enorm aansprekend, als je de Confederate States, waar ze ook altijd nog steeds zo graag die klote vlag laten zien van de Confederate States, als je die met een figuurzaag los zou kunnen zagen van de rest van de Verenigde Staten, en je zou zeggen, weet je wat we doen, die geven we cadeau aan Mexico. Het is ook een gewelddadig land, dus die kunnen er een stukje gewelddadigheid bij krijgen. En dan hou je dus, laten we zeggen, het noordoosten, het noorden en het westen over. Dan heb je eigenlijk een vrij normaal land. Dus als je naar de statistiek kijkt, al die typisch dysfunctionele aspecten van de Amerikaanse samenleving worden voor een belangrijk gedeelte gegenereerd door de zuidelijke staten en de mentaliteit van de zuidelijke staten. En deels zijn de zwarten natuurlijk naar het noorden getrokken, naar de werkgelegenheid. Daar heeft dat ook dat racisme. Ook dat is ook daar endemisch en dat is een megaprobleem. Het is 13% van de bevolking die een lange geschiedenis heeft van gewelddadige onderdrukking. En wat betreft de politie, dat kunnen we heel kort samenvatten. Voor heel veel zwarten en Latino's, andere minderheden, is de politie niet een beschermende macht, wat de politie zou moeten zijn, maar is de politie een zwaar bewapende bezettingsmacht, zo kun je het verreweg het beste zien. Lees dat enorm leuke boekje van, weet die jonge Amerikanen lopen niet, wandelen niet. Oké. Dat legt dat keurig uit hoe dat in de stad als St. Louis is. U bent toch ook wel eens in een Amerikaanse achterbuurt geweest? Ik heb nog eens Amerikanen bezoek gehad, die zei, is er in Utrecht geen achterbuurt? Zijn Kanaaleiland. Toen zei precies, ik zei, ik wel een achterbuurt, dan gaan we vanavond even doorheen rijden. En dan zei ze, dat is geen achterbuurt, het is helemaal, en dat ziet er lekker uit, en het is gewoon opgeruimd, en het gras groeit er nog. En
oorlogen geschoten en zo. Dus nee, daar waren ze helemaal niet van overtuigd. Okay. Maar als je in Amerika verdwaalt in een achterbuurt, dan moet je al. Iedereen zou het nooit overkomen. Dat je denkt van, ik heb er een. Weet je wat de bronx in New York is? Verkeerde afslag genomen. Ja, de bronx. Ja. Ja. Al is daar sprake van snelle gentrification. Maar we gaan het hierbij laten voor u, Maarten. Maarten van Rossum met zijn hoorcollege over Amerika. Er is overigens ook een vraag binnengekomen in de reacties van Paul. Die vraagt: waarom vindt Maarten van Rossum Johnson de beste president van Amerika? Nou, in de volgende podcast gaat Maarten van Rossum in op die vraag en ook de andere vragen die binnen zijn gekomen. Mocht je nog een vraag of een opmerking hebben, laat het dan achter in de comments op deze podcast. Of zoek deze podcast op het YouTube-kanaal Is de Wereld Gek Geworden en daar kun je ook reageren. Tot de volgende keer.